Waar is mijn feestneus? Waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Dag. Nieuwe tv gekocht? Nee. Dat is zo onze oude tv, hè? Dan is waarschijnlijk jullie tv stuk. Het is een ramp, hè. Ik wil naar tv kijken. Ja, want Geertje, die wil zo'n beetje heel graag kijken naar... Het lichaam van Koppes. Ah. Dat is de beste televisieshow die ik ooit heb gezien. Ja, het is fantastisch, hoor. Ja, Marlijn, ik wil daar geen enkele aflevering van missen. Hè. En die presentator, hè. Meneer de potentator, hè? De presentator. Marlijneken is daar dol op, hè? En volgens Marlijneken is dat het lekkerste stuk. In een televisieshow, hè? Ja. Ja, dat is eigenlijk waar, hè? Wat vind jij dat, ja? Oh, ik heb veel liever... Ja, zeg, hé, laat maar zitten, hè. Ja, zorg maar dat je het programma niet mist. Maar, nee. Wij zullen wel zeker kijken, hè, Gertje? Ja, natuurlijk. Maar Gertje, kunnen wij niet zo eigenlijk zo'n beetje ergens anders aan kijken? Naar de quiz. Ja, Gertje, die bedoel ik. Ah, nee. Waarom heb jij eigenlijk die tv dan nog niet zo'n beetje aangezet zo? Ja, Samson. Zo. Too quick away, they're falling down like a domino. Walk like an Egyptian. Klapsik. Ik snap er niks van. Burgemeester. Zeg, ik heb op uw tv-toestel geklopt. Dag, dames en heren. Welkom bij onze fantastische... Zeg, bedankt, hè. Zeker een nieuwe omroepster, hè. Ja. Het gaat beginnen. We gaan vandaag kleuren zien branden, dan kleuren zien... Wacht, Gertje! De telefoon! Oh, maar nee, zeg. Nu ben ik het zo beu, hè. Ik ben het echt beu, hoor. Want het is misschien Marlijn. Hallo met Gert. Ah, nee. Nee, Fred Kroket. Nee, ik moet geen mayonaise kopen, nog altijd niet, nee. Nee, ook niet in potten van 5 liter, nee. Twee telefoonboeken in elkaar gevouwen. Ik heb niks gebruikt van lijm, voor alle duidelijkheid. Om dat te bewijzen, gaan we staf daar gewoon aanhangen. Gertje! Ik ben benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen, hè. Maar, dat zien we na de onderbreking. Tijd nu voor reclame. Ah, nee. Ja, ik was mijn handdoeken altijd met spritz. Gertje, ik vind eigenlijk, hè, dat hij zo'n beetje praat zoals meneer de burgemeester zo. Vind je? Ja. Oh, dat zal wel toeval zijn. Ik ga terug beginnen. Voilà, ja. Dus we hangen de telefoonboek hier aan. Ja. En dan? Staf. Hangen wij. En dan hoop ik dat dat niet misgaat. Hey, maar vooral dat we hebben dat nog niet getest. Dus nee. Oké. Oké, staf. Oké, zijn we klaar? Ja, wacht. Ja. Oké, daar gaan we. Ja, daar gaan we. Oké. We gaan de lucht in. Ja, we gaan de lucht in. Oké, staf. Ja. En nu, we zien dat die twee telefoonboeken gewoon in elkaar gebouwd zijn. Ja, zeg dan, man. 80 kilo kunnen dragen. Waarom meer dan 80 kilo? Dat is helemaal niet waar. Kun je even met mijn gat weg van de camera draaien? Dankjewel. Goedenavond. Met de uitvinding van het jaar. Ik heb er al de gouden ananas mee gewonnen. Goedenacht. Ja, dat moeten wij niet meer hebben, hè, Gertje. Want wij hebben al veel ananas, hoor. Nee, veel ananas. Ja. Dat is goed. Alsjeblieft. Wil je erin hebben? Oké, tot volgende week. Ciao. Maar het was ook heel leerrijk. Ja, het is lelijk, het is waar. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee. Ik zei dat het leerrijk was. Dat wil zeggen dat ik er heel veel van geleerd heb. Ja!